In Japan bestaan er 11 katteneilanden, in het Japans Nekojima genoemd. Aoshima-eiland en Tashirojima-eiland, dat hier te zien is, zijn twee van de bekendste. Oorspronkelijk werden de katten naar de eilanden gebracht om muizen op de vissersboten te vangen en ervoor te zorgen dat ze de kostbare zijdewormen die voor de productie van visnetten werden gekweekt niet opaten. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de bewoners naar het vasteland verhuisd, terwijl de katten achterbleven en zich vermenigvuldigden. De lokale bewoners proberen hun aantal binnen de perken te houden door middel van sterilisatie. De plaatselijke gemeenschap vindt het toenemende toerisme geen probleem, zolang het geen last wordt en de rust niet te veel verstoord wordt.